Goedemorgen lieve kijkers, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 6 september 2018. Het is nu 10 uur 47, ja, alweer een nieuwe dag. Het is vandaag weer schooltijd en ik moet weer eerder, gewoon zoals weer gewoon op het eerder beginnen. Dan Ro, ja. Ik mag de twee dames helpen, vind ik gezellig, vind ik leuk. Alleen soms moet ik nog even denken van, waar heb je het over? Alleen ik moet dan leren vragen van, ho, je gaat te snel. Dat is nog even een puntje waar ik even aan moet leren. Maar dat maakt niet uit. Ik wil wel eens jullie alvast zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Een hele goede middag allemaal. Ja, is het weer even raar hier aan te doen. Hè? Net zoals altijd zit ik hier alweer aan te doen. Ja! Yeah. Ik heb, wat jullie al zien, heb ik heel veel kratten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kratten, maar liefst. Dus ja, dat moet toch weer even gesorteerd worden vanzelf. Dat wil ik jullie eigenlijk allemaal meenemen, maar ik moet even kijken hoe ik jullie dat neer ga knallen. Zo, ja! Zo kan het ook, hè? Ah, zie je. Oeh, laddie. Jee. Dat is weer een krat. Dat is mooi. 556 stuks. En 55 kilo. Ja. Yeah. Dat is veel. Ik weet het. We weten het. Ja, yeah. Maar ja. Geef niet, we gaan er gewoon weer lekker voor. 55 kilo. Zijn ze niet goed of zo? Zo. Ah. Dat gaat lekker zo. Zo. Die gaat daar. Ja. Die gaat daar. Kan ik jullie nog meer meenemen? Even kijken hoor. Hele proces. Even een stukje zo neerzetten, denk ik. Ja! Gaat wel. Rustig aan. Zo. Die daar. Ja, daar is ook al dus heel veel mensen. Echt, dit is bizar veel. Ja, dus straks misschien. Nu nog niet. Eens even kijken. Die weer daar. Die daar. Daar weer. Kijk. Zo. Die daar. Ah, dat is weer mooi. Ja, ja, gelukkig kan ik het lezen. Wat er staat. Zo, jongens, kan het nog groter? Jeetje, mina. Oosterbeek, Oosterbeek. Oosterbeek. Ik leg jou wel even hier neer. Zo. Dan terug. Die een beetje daar naartoe, die daar naartoe, die daar naartoe. Dan kan ik die daar eens knallen. Dat is mooi.
Nou, en dan denkt gelijk even iemand en dat ze ook mee kan eten, hè? Ja. Zien jullie het? Oortje. Oh nee, mevrouw die gaat nou liggen. Ja, ja. Maar ik heb wat lekkers voorgeschoteld. Kijk. Dit is lekker. Ik heb gelijk Ro aan de telefoon. Zeg eens hoi. Ja, hi. Dus ja, dan ga ik even lekker oppeuzelen vanzelf. Heel lekker. Want ik vind het wel lekker. Oh ja, er gaat iemand even achter vliegjes aan. Genaamd Lady, ook erg belangrijk. Ja. Hey! Wat moet je? Hè? Ik doe even helemaal niks, ja, eten. En waar ben jij? De wagen. Rijden. Waar naartoe? Jij de stop. Waar naartoe? Oh. Waar naartoe? Kazerne. Kazernestraat. Kazernestraat in de Haag. In. In Den Haag? Ja. Kazernestraat, oké. Okay. 25-40 jaar. Kazernestraat in Den Haag, ja. Dat is daar achter en achter het lange voorhout. En dan vlak bij de kneuterdek. Ja, en dus je moet de stad in. Ja, en ik wil ook wat lekker, zeg maar, hè, lady? Ja. Nee. Lekker? Ja? Goed gekeurd. Mooi. Oh. Zo. Ja. Ja. Toch wel pittig, maar toch wel weer lekker. Ja, dat scheelt inderdaad. Merkelijk, hè? Ja. Ja, toen was het even hier donker, maar daar niet. Mijn mannetje is er weer. Hé, schat. Hoi. Hoi. Ja, het is hier een beetje donker bij mij, maar oké, maakt even niet uit. Nee. Geeft helemaal niet. Nee. Maakt helemaal niet uit. Kijk, ik kan ook gewoon wel een beetje en voor licht zorgen hoor. Maakt ook niet allemaal niet uit. Nee hoor. Ik krijg eventjes een reactie ergens van op terug. Dat vind ik wel grappig. Zo. Ja. Heb ik tenminste licht. Ja, ook erg handig toch? Gratis licht. Wat? Ja. Ah. Schappig.
Kijk, maar ik kan het ook zo doen. Zo. Heb ik ook licht. Gratis even niks. Ja, beste dagboek. Beste buikbandcorrectiedagboek. Ja, hè. Daar waren we weer. Het is vandaag de 6e september. Ja, dat en dat is Roderick. Ja, ik heb dinsdag bloed geprikt. Een hele waslijst. Vitamine D, ijzer, nieren, wat nog meer? Vitamines, mineralen en wat nog meer? Ja, maar dat en dat heb ik net met mijn lever, juist, precies. Ontstekingswaarde, alles is perfect. Morgen eventjes mijn formulier mee voor het ziekenhuis. Kan ik die ook even gelijk laten zien. Kunnen hun daar weer op gaan kijken van wat ze dan nog weer moeten gaan prikken. Want misschien moeten hun weer even andere dingen prikken dan het huisarts heeft gedaan. Spannend ook sowieso voor woensdag, ja, 12 september. Ik hou me nog rustig, gelukkig. Ja, dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus duimen jullie allemaal mee? Jawel, hè? Dat dacht ik wel. Ja, het is al inmiddels bijna 11:30. Ik weet het, het is laat. Nog een laatste stukje post. Het is mega veel. Heel veel. Maar het is een kort vlogje. Maakt helemaal niet uit. Ik ga morgen als een jekko. Ga ik vlog in elkaar zetten. Ja. En dan ga ik zo meteen lekker even canicrossen met de meiden. Rodi gaat even achter mij fietsen. En dan willen wij jullie onwijs bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. Laat even een leuke reactie achter. Dan krijgen we jullie zeker terug. Als we tijd hebben. Want we hebben het gewoon weer druk. Ik krijg het weer een beetje wat rustiger. Maar ik zal Ro overal weer mee helpen en steunen. Waar ik kan. En dan houden we jullie zeker op de hoogte. Doei!